Binnen. Ik ben aan het kijken of er misschien een holle muur is, maar... Klinkt alsof hier ook wat achter zit, toch? Dit is ook niet massief. Nee, dit is een laagje. Ja. Als het teruggeklopt wordt, dan moeten we ons zorgen maken. Dat denk ik ook. In juni 1980 werd er in dit kasteel een gigantische heroïnefabriek opgerold... die onderdeel bleek van een georganiseerd internationaal drugsnetwerk. Men trof twee laboratoria aan die volledig uitgerust waren... om enorme hoeveelheden heroïne te produceren. Er werd ongeveer 100 kilo heroïne in beslag genomen. En men vond ook nog eens 13 ton ammoniak en 20 ton azijnzuur. Genoeg om nog eens 1000 kilo heroïne te maken. Dus hier zie je dat ze het kasteel redelijk vernageld hebben. Zonde. Mooie oude elementen. En hier zie je dat ze een soort van renovaties hebben gedaan. Allemaal van die rare verbouwingen waar je denkt van... Ja. Nou, het zou natuurlijk ook kunnen dat dat gedaan is door de drugsmensen die hier zaten. Ja. Kijk, het is heel makkelijk in een kasteel. Het is een doolhof, het is super gemakkelijk om ruimtes te verbergen. Zoals deze. Kijk, als je hier... Als dit helemaal dicht zou zijn... Ja, dit is echt opengeslagen, dus er zat iets achter waarschijnlijk. Ja. Wie weet, misschien wel opslag van drugsafval of weet ik wat allemaal. Vraag je af hoe ze erachter zijn gekomen. Hè? Het kasteel is niet een plek waarvan je denkt van... Laat ik daar eens gaan zitten. Een lach maken, ja. Het produceren van heroïne is een ingewikkeld chemisch proces. Uit opium wordt eerst morfine geïsoleerd... dat vervolgens met chemicaliën moet worden bewerkt om er heroïne van te maken. Tijdens de inval hier werden er 4 chemici op heterdaad betrapt bij dit proces... in een toren met afgesloten deuren. Nou, hier is de ingang naar de toren. Dat denk ik. Het gaat verder omhoog. We hebben al die grote ruimtes gezien en dan is dit zo'n heel smal gangetje. Heel apart. Dus dat betekent dat de mensen niet vaak hier naar boven gingen? Waarschijnlijk niet, denk ik. Het is niet. Het is dat ik ben gestopt met powerlifting, maar ik kon dus er niet doorheen. Prachtig hier. Wat een zicht. Nog hoger dan net. Echt mooi, joh. Gaaf, hè? Ook de hoeveelheid aan torentjes. Je kon gewoon elke dag aan een ander gaan zitten. Hier hangt wel echt een chemische lucht, hè? Ja. Dat krijg je volgens mij ook niet uit de muren en zo. Dat is een gekke... Dat is heel anders dan daarbuiten. Het oprollen van het drugslab wordt breed uitgemeten in een krant uit de jaren 80. En alsof dat allemaal nog niet schokkend genoeg is... lezen we dat er destijds ook nog een andere gruwelijke ontdekking is gedaan. Drugs waren niet de enige vondst in het oude landhuis. Bij het afbreken van een muur vonden ze een zinken kist... waarin, in goede staat, was het lichaam van een kind. Van wie is het? Waarom is het op die plek? Dat is een klein mysterie in een zeer complex verhaal, zeggen de onderzoekers. Oké. Het kind lijkt een natuurlijke dood gestorven. Wel natuurlijke dood gestorven, maar ja, begraven in de muur is dus toch... Nou, ik ben niet echt de bedoeling. Jeroens Abandoned Adventures bij Discovery.